Hallo, ik ben Petra van Precious Angel Solutions. Van harte welkom op mijn YouTube-kanaal. Vandaag, 16 februari 2024, heb ik weer 3 kaartjes getrokken uit mijn orakelkaarten, sets, engelenantwoorden, opgestegen meesters en engelen en kristallen. En vandaag in het mooie gezelschap van een prachtige seleniet geode. Hè? Wat zeg ik nu? Seleniet? Sorry. Celestine bedoelde ik. ik ga die even wat van dichterbij proberen te laten zien. Dat is, ja, die is heel zwaar. Die weegt gemakkelijk meer dan een kilo, denk ik. Ik weet niet of jullie die mooie schakeringen kunnen zien. Hè? Die is van achter ook hol. Maar die heeft ja, prachtige, prachtige schakeringen van licht. Maar dat zie je nu niet zo goed. Met lichtinval hier. Dat is een prachtig stuk. Heel zwaar. groot ook. Want ja, ik kan net mijn duim en wijsvinger rond krijgen. Dus dat is een stuk van zeker meer dan 10 centimeter hoog. Zoals gezegd, heel zwaar ook. ja. Die staat al afgeprijsd in onze webshop. Wacht hoor. Ik denk van 165 inderdaad naar 150. En ja, daar jullie misschien ondertussen al weten dat ik graag cadeautjes weggeef. De persoon die er het eerste bij is, kan deze steen, deze decoratieve, mooie Celestine-steen aanschaffen aan nog eens 15% korting bijkomend eraf. Dus, hè, dus 150 euro min 15% korting voor dit prachtig exemplaar van een Celestine-geode. Ja. Op de web, in de webshop liever, kan je de foto's ook bekijken van dit prachtige stuk. Voilà, dan gaan we er meteen aan beginnen. Hè? Wacht, ik stoot altijd tegen mijn stiek. Hè? Wacht hoor, staat alles nog goed? Ja. Dus, het eerste orakelkaartje dat ik voor jullie getrokken heb voor vandaag, uit de Engelenantwoorden-serie. Maak je geen zorgen. Maak je geen zorgen. Alles komt goed. Er is licht aan het einde van de tunnel. Prachtig kaartje. Prachtig. Dan het tweede kaartje dat ik voor jullie getrokken heb. Uit de opgestegen meesters. Orakelkaarten set. Moeder, echtgenote, zuster, dochter. Lady Nada. Maar daar ben ik nu wel eens nieuwsgierig naar, naar de boodschap van deze kaart. Dat gaan we zo meteen eens bekijken. Hè? Dan het derde kaartje dat ik vandaag voor jullie getrokken heb uit de Engelen en Kristallen orakelkaarten set. De smaragd. Oh, prachtig. Prachtig, prachtig. Prachtige engelenvleugels, prachtige kleuren. En dat kaartje zegt onder andere ook ceremonies en vieringen. Het is een periode van belangrijke gebeurtenissen in je leven, zoals huwelijken, geboortes, diploma-uitreikingen of verjaardagen. Mooi. Prachtig. Oké, goed, goed. Voilà. Wat zou de boodschap voor vandaag kunnen zijn? Geen zorgen maken, iets dat mijn moeder, echtgenote, zus of dochter heeft te maken. Een periode van, ja, vieringen, ceremonies. We gaan het zo meteen zien. Bij de uitleg van de kaartjes. Hè?
Dus het eerste uit mijn engelenantwoordenboekje. Het kaartje Maak je geen zorgen. Maak je geen zorgen. Je zorgen betreffende deze vraag die jij hebt, hè, en je ongerustheid liever, zijn niet nodig. Hè? Dus je zorgen betreffende een bepaalde vraag die jij hebt en je ongerustheid zijn niet nodig. God en de engelen hebben de situatie helemaal in handen en alles zal heel goed aflopen. Het helpt niet om je hiermee obsessief bezig te houden. De energie van angst en zorg vertraagt alleen maar de uiteindelijke manifestatie van je wensen. Visualiseer liefdevolle en gelukkige uitkomsten en blijf positief in je gedachten. Je zal jezelf heel snel afvragen waarom je je hier überhaupt zorgen over hebt gemaakt. Ja. Mooi. Mooie boodschap. Daar gaan we eens nog een beetje meer over zeggen. Hè? Ik ga het er even bij laten liggen in de buurt. Wacht hoor. En dan gaan we meteen even naar het tweede kaartje kijken. De uitleg daarvan, van die kaart moeder, echtgenote, zuster, dochter. Ja. Bij de kwestie waarover je nu een vraag hebt, is een belangrijke vrouw in je leven betrokken. Misschien je moeder, je vrouw, vriendin, zus of dochter. De eerste persoon die je te binnen schiet, is de juiste. Alle gevoelens waarmee je rondloopt betreffen deze persoon, die niet geheeld zijn, kunnen de verwerkeling van... kunnen de verwerkelijking van je dromen blokkeren of vertragen, of je uit balans halen. Dus alle gevoelens waarmee je rondloopt betreffende deze persoon, die niet geheeld zijn, kunnen de verwerkelijking van je dromen blokkeren of vertragen, of je uit balans halen. Dit is het uitgelezen moment om een beroep te doen op God, op je gidsen en engelen. Je te helpen alles los te laten wat je gedachten en gevoelens vergiftigt, die verbonden zijn met relaties met vrouwen, uit het verleden en in het heden. Dit proces zal dan de weg openen naar gezonde relaties met vrouwen, inclusief met je eigen vrouwelijke energie. En de verdere betekenissen van deze kaart? Breng je mannelijke en vrouwelijke energie in evenwicht door dagelijks te oefenen in geven en ontvangen. Wees bereid een vrouw in je leven te vergeven die je heeft gekwetst. Een geliefde, overleden vrouw zegt vanuit de hemel tegen je: ik hou van jou. Een nieuwe relatie met een vrouw zal blijken heel belangrijk te zijn. En dan nog even over deze mevrouw, Lady Nada. Lady Nada is een opgestegen meester die samenwerkt met Saint-Germain en aartsengel Michael om te helpen de mannelijke en vrouwelijke energieën in de wereld in balans te brengen. Haar naam betekent het prachtige geluid van de lege stilte waar vrede wordt gevonden. Je kan een beroep doen op Lady Nada, om je te helpen vrede te vinden met zowel de mannen als de vrouwen in je leven, en ook om de mannelijke en vrouwelijke energieën in jezelf tot harmonie en in evenwicht te brengen. Mooi, nee. Dus ja,
iemand in jouw leven, hè? Een belangrijke persoon, een belangrijke vrouw. Dan is, ja, dingen die niet geheeld zijn met betrekking tot deze persoon. Of die dingen die je uit balans halen met betrekking tot deze persoon. Dan is het het moment dus om beroep te doen op God of je gidsen, je engelen. Om de weg te openen naar gezonde relaties. Ja, mooi. Mooie boodschap. En dan gaan we misschien direct nog eventjes kijken naar het derde kaartje. En dat was de smaragd. Deze kaart is het teken van een belangrijk menselijk ritueel om betekenis aan een nieuwe situatie te geven, zoals een huwelijk, een geboorte of het behalen van een diploma. Misschien wordt je gevraagd de leiding van de gebeurtenis op je te nemen, inclusief de voorbereiding. Deze kaart kan ook de volgende stap in een liefdesrelatie en het vieren van de verbintenis betekenen. Als je op dit moment single bent, kan deze kaart een positief signaal zijn dat je een partner die lang bij je zal blijven, gaat ontmoeten. Maar je brengt ook de goddelijke energie op aarde en bent in staat om alle leven te vieren, anderen op te beuren en te helen. Mooi. En dan over het steentje smaragd dan nog even een uitleg. Deze steen maakt deel uit van de berylfamilie en is zowel mooi als ruwe steen of gepolijst. Smaragd geeft goddelijke helende liefde, schittert en omarmt het spirituele weten van non-dualiteit. Het is ook een krachtgevende steen die de aandacht vestigt op je innerlijke hoge priester of hoge priesteres. Mooi. Ja. Keitof. Oké. Ik was eventjes aan het denken of ik smaragd in mijn webshop artikelen heb. Ik dacht misschien hangertjes. Dus ik ga eens rap even kijken of ik nog hangertjes had van smaragd. Nee, ik vergis mij met saffier. Smaragd, vrees ik dat ik zelf niets daarvan in mijn webshop heb. Ik ga het wel nakijken. En moest het wel zijn, dan zal ik de link zoals gewoonlijk toevoegen onderaan deze video. En ja, voor andere mensen, voor mensen die geïnteresseerd zijn in smaragd, Google, hè. Google, er zijn nog meer collega's die deze steen zeker in hun stok, in hun voorraad hebben zitten. Hè? Dus ja, maak je geen zorgen. Moeder, echtgenoot, zus, dochter. Iets met een viering, met een belangrijke gebeurtenis die gaat komen. Ik ga nog eens even het eerste boekje erbij nemen, maak je geen zorgen. Hè? God en de engelen hebben de situatie helemaal in handen en alles zal heel goed aflopen. Hè? Dus jezelf daar obsessief mee bezighouden met jouw situatie waarin je je bevindt, dat gaat niet helpen. Hè? Obsessief ermee bezig zijn. Hè? Want de energie van angst en zorg vertraagt alleen maar de uiteindelijke manifestatie van je wensen. Hè? En dat is iets wat ik dikwijls zeg, dat mensen vaak heel goed weten wat ze niet willen. Dus, en dan gaan focussen op alles wat er fout zou kunnen gaan. Hè? wat ze niet willen dat er gebeurt.
En ja, hè, dat is de wet van de manifestatie, een beetje. Law of attraction, wet van de aantrekkingskracht. Waar je je focus op legt, dat ontvang je. Dat is gewoon een van de universele wetten van het universum. Waar jij je aandacht op vestigt, constant, dat trek je aan. Dus... En dat is gebaseerd op angsten, hè? Dan laat je je angsten spreken. En oké, ja, die mogen er zijn, die angsten. Maar probeer deze dan eens bewust onder ogen te zien. Van waar heb ik nu zoveel bang van? En is dat echt gegrond? Of ben ik nu van een mug wel een olifant aan het maken? En aan het doemdenken, allerlei doemscenario's aan het bedenken van wat er allemaal kan mislopen, hè? Dat zal niet veel goeds brengen, hè? Dus dat gaat jezelf alleen nog maar meer angst aanjagen. En dat is niet nodig, hè? Dus probeer jouw situaties met meer liefde te bekijken, hè? Het tegenovergestelde van angst is liefde en vertrouwen, hè? Vertrouwen in een goede afloop van zaken. Hey, wat zou er allemaal goed kunnen gaan? Hoe zou ik mij willen voelen die dag? Of misschien, het gaat over ceremonies, vieringen, een belangrijke gebeurtenis, hey? Een huwelijk, een geboorte, diploma-uitreiking, een verjaardag. Het is alleen er welk feest dat jij gaat vieren en organiseren. Wat kan er goed gaan, hè? Moest er hier een situatie zijn met een moeder, echtgenote, zus of dochter, waar nog strubbelingen zijn of zo? Want dat hadden we weer in het boekje van de opgestegen meesters gezien. Wees bereid een vrouw in je leven te vergeven die je gekwetst heeft, die jou gekwetst heeft. Gevoelens waarmee jij rondloopt betreffende een bepaald persoon die nog mogen geheeld worden of zo. Ja. Dus om iets moois te manifesteren, hè, bijvoorbeeld een mooi huwelijksfeest, een mooie geboorte, een mooie diploma-uitreiking of een toffe verjaardag. Manifesteer door te visualiseren wat jij graag zou willen, hoe jij graag zou willen, hoe die dag er mag uitzien. Hè? En beleef die dag al eens op voorhand. Hè? Begin gewoon bij het opstaan 's morgens van oh, ik heb er een goed gevoel bij. En ik ga mij optutten, ik ga mij mooi maken, ik ga mij de mooiste kleren aandoen. Ik ga mij mooi schminken, mijn haar mooi leggen, laten doen ook bijvoorbeeld. Mijn nageltjes in orde doen, als het een vrouw betreft. Kortom, zodat jij goed in je vel zit en dat jij je goed voelt om die dag tegemoet te gaan. Met een positief gevoel. En dan gewoon met de intentie buiten stappen naar dat feest toe. Hè, of die belangrijke gebeurtenis. Met de positieve intentie van dit wordt een fantastische dag. Hè? Alles loopt goed, alles komt goed. Alles zal perfect verlopen. En gewoon de intentie zetten dat jij je goed gaat voelen die dag. En die mooie kleren en die mooie make-up en je haar mooi.
die dragen er alleen maar toe bij dat jij je goed gaat voelen. En ja, zo zet je dan die intentie en beslis jij eigenlijk van hoe die dag er gaat uitzien voor jou. En voor de anderen. Want als jij er met een positieve kijk en een positieve mindset dus naartoe gaat, dan straal je dat ook uit. Hè? Dan straal je die positiviteit uit naar anderen toe ook. Hè? En ja, dan kan er niks fout lopen. Hè? Dus ja. Manifesteren van je wensen. Ja. Voor visualiseer liefdevolle en gelukkige uitkomsten. Hè. En dan zal je je achteraf inderdaad afvragen van waarom heb ik mij hier nu zo'n zorgen over gemaakt. Hè. Alles is goed gelopen. Alles was zen en peace en kalmte. Kalm, hè. Kalm. Ja. Ja. Dus dan nog eens eventjes terug naar die moeder, echtgenote, zus, dochter. Ja, een belangrijke vrouw die in jouw leven is betrokken. De eerste persoon die je te binnen schiet, liever. Hè? Iemand waar je nog issues mee hebt. Hè? Die, iemand die je uit balans kan halen. Ook hier kan je dan hetzelfde toepassen, hè, van naar die persoon toe, van hoe wil ik die persoon tegemoetkomen, hè? Als het iemand is die je gaat ontmoeten, hè, op dat feest of zo bijvoorbeeld, hè. Hoe kan ik sereen en kalm en liefdevol die persoon ja. Hoe kan ik mezelf zijn en gewoon accepteren wat is en toch een toffe of gelukkige dag beleven? Huh? Ja. Dus als je daar een beetje mee struggelt, als je daar wat problemen mee hebt, hè, vergeet dan niet je engelengidsen aan te roepen en dat die jou mogen helpen. Hè. Dat die jou mogen helpen. Om de weg te openen, hè, naar een gezondere relatie. Ja, dat is de boodschap een beetje, dus maak je daar geen zorgen over, hè? Dat het toch allemaal goed komt, hè? Dat de dag perfect gaat verlopen. Hè? Nee, want we maken het onszelf dikwijls zo moeilijk, hè? Van ja, wat als, hè? Wat als dit gebeurt, wat als dat niet goed komt, wat als er dat gebeurt. Hey, wat als, hè? Dat is zoiets van, dat is echt zo'n, dat zijn zo woordjes die daar doemscenario's uitlokken, hè? Zo van wat als, maar wat als alles nu wel eens goed loopt, wat als wel die dag perfect loopt, wat als alles in kannen en kruiken is, wat als alles tot in de puntjes georganiseerd is, wat als, draai dat eens om, hè? Al die negatieve puntjes die dat je onbewust meestal, hè, jezelf probeert wijs te maken om jezelf nog meer angsten aan te praten. Probeer die eens om te zetten naar wat als. Hè, en dan positieve dingen daar tegenover te zetten. Hè. Dus echt de intentie zetten van nee, wat kan er wel goed gaan allemaal. Hè? En ja, we zijn allemaal maar mensen. Hè? We zijn allemaal maar een moeder, een echtgenote, een zus of een dochter. En uiteindelijk, hè, met onze gebreken en onze fouten en onze lessen die we mogen leren. Hè? Dus ja, probeer
Als er hier een persoon zit die, waarbij nog dingen uit balans zijn of waarbij nog dingen mogen geheeld worden, probeer dan met compassie en liefde daar meer naar te kijken. He, van, ja, die persoon die heeft ook maar geleerd wat hij geleerd heeft. Of die heeft ook lessen te leren gekregen. Of nog bepaalde lessen niet geleerd. Hè. Dat kan ook zijn. Maar laat die persoon gewoon in zijn, of haar, hè, in dit geval haar, waarde gewoon probeer te accepteren hoe die persoon is. Hè, want dat zeggen ze ook dikwijls. Hè, mensen proberen andere mensen dikwijls te veranderen. Hè, om... om beter te zijn, om anders te zijn, om anders te reageren. Maar zo werkt het niet, hè? Want dat is altijd, als je iemand anders probeert te veranderen, dan gebruik je kracht. Kracht, maar niet in de goede zin kracht. Hè? Dan gebruik je force, dan gebruik je controle, manipulatie, om die persoon te proberen veranderen. Maar uiteindelijk de enige persoon die een situatie of iemand anders of een reactie of iets kan veranderen, ben jij zelf. Je kan jezelf dan beschermen, hè, dus de intentie zetten van ik ben beschermd en niemand kan mij raken en niks kan meer tot bij mij binnenkomen. Van slechte dingen. Dat kan je trouwens heel goed met de Protection Aura Spray die in onze webshop te koop is. En dan zo die intentie zetten van ja, die persoon is wie dat hij of zij is. En die heeft haar goede kanten en haar gebreken en haar fouten. En het is wat het is. En het enige dat je daaraan kan veranderen, is jouw visie erop. Of hoe dat jij reageert. Of niet reageert, liever. Hè? Want, ja... Stel dat iemand jou aanvalt met woorden, hè, met slechte woorden. Is het aan jou om te beslissen van wat doe je daarmee? Laat je dat binnenkomen en... Neem je dat voor waarheid aan en accepteer je zomaar wat iemand naar jou gooit, hè? Met woorden dan. Hè? Of blijf jij in jouw kracht staan, in jouw zelfliefde, in liefde gewoon. Hè? Of ga jij direct in de angst kruipen, in jouw schulp kruipen, jezelf dichten. Je schulp of je schelp liever dicht doen, je tentakels opzetten, je egelpinnen opzetten, zoals een egeltje zich beschermt als hij gevaar ziet. Of ga je het gewoon niet laten binnenkomen en gewoon eraan voorbij gaan en ja, met het besef van ja, dit is maar één mening van iemand, van één iemand. En er zijn honderdduizenden meningen. Elke persoon heeft wel een andere mening over iets. En als jij dat zo denkt, ja, dan is dat zo. Dan is dat jouw mening. Maar ja, ik heb daar een andere mening over. En zo kan je misschien gemakkelijker iets afblokken. Hè, van kritiek of weet ik veel. Hè. Hier iemand die jou uit balans brengt. Hè, probeer dat... Van jezelf daartegen te beschermen. En van het niet meer te hard te laten binnenkomen gewoon. Hè? Want ja, we zijn allemaal maar mensen en we hebben allemaal onze ervaringen. En iedereen heeft wel eens een slechte dag. En dan zeggen we al eens gemakkelijker iets dat ja, kwetsend kan overkomen. Hè? Want ja... Dikwijls zijn dat dan ook ja, de mensen die daar het dichtste bij jou staan. Hè? Hè, want die zijn er om even jouw frustratie op af te gooien. Hè? Of andersom, hè? Zij aan jou.
Dus ja. Ja, want ik zeg ook altijd, liefde en haat, dat ligt ook dicht bijeen, hè? Je kan niet haten als je niet lief hebt, als het je niks doet. Als een persoon jou niks zou doen, dan... Allee, ja. Dan is er niks, dan is er geen haat. Maar als je iemand haat, dan... Dat ligt heel dicht tegen liefde, hè? Dat is teken dat het jou iets doet, hè? Dat het jou aangrijpt, hè? Dat die persoon iets doet wat jou heel erg kwetst misschien, hè? En ja, haat en liefde. Ik zou zeggen, kies dan voor liefde. ja. Maar nee, ik denk dus als er iets belangrijks in jouw leven hier staat te gebeuren, hè? Dan is de boodschap toch vooral, maak je geen zorgen. Hè? Want ja, we maken het dan zo groot, die zorgen, en dan achteraf denken van, allee, waarom heb ik mij nu zo druk gemaakt voor niks eigenlijk? Hè? Want het is het uiteindelijk dan allemaal niet waard. Hè? Het is het gewoon allemaal niet waard om ons dan zo stress aan te praten, onszelf, hè? En angsten aan te praten en zorgen maken over dit en datjes. En uiteindelijk ga je dan zien dat het dan allemaal voor niks nodig is geweest. Hè? Dus dat is een beetje de boodschap voor vandaag. En dan, ja, natuurlijk de bonuskaartjes. Dus het eerste kaartje dat bij jouw eerste kaartje maak je geen zorgen hoort. Sorry, ik ga dat even in het beeld een beetje tonen, hoop ik. Hè? Als er geen kansen aankloppen, oh, maak dan een deur. Oh my god. Oh my god. Oh, dat vind ik prachtig, hè? Als er geen kansen aankloppen, maak dan een deur. Ah ja, als er geen deur is, dan kan je niet kloppen natuurlijk, maar dan maak je toch gewoon een deur. Oh my god. Oh, dat is ook zoiets moois dat ik ook. Meegeven aan mijn klantjes dikwijls. Als er één deur zich sluit, dan gaan er 10 andere misschien openen. En dan laat ik de klantjes altijd zo visualiseren. Visualiseer nu eens 10 deuren naast elkaar. En doe die nu eens allemaal open. En kijk eens wat moois dat daar nog achter zit. He, want dan ga je kijken naar mogelijkheden. Dan ga je niet kijken van die deuren gaan allemaal dicht en er is niks voor mij en alles loopt mis en alles steekt tegen en niks aan problemen. En nee, doe die deuren eens open en kijk eens wat moois dat daarachter zit. Welke kansen, welke mogelijkheden er nog allemaal zijn. Dus ja, wauw. Als er dan eens even geen kans zich aandient, maak dan gewoon die deuren. Maak zelf een deur. Dat is gewoon een bangelijke, prachtige boodschap. Hè? Ja, want wij denken van ja, als er geen kansen aankloppen, hè, er is geen deur om aan te kloppen, dus er kunnen geen kansen komen aankloppen, want er is geen deur. Ja, maar maak dan eens gewoon een deur. Maak gewoon een deur. Doe eens een deur open in plaats van dicht. Prachtig, echt prachtige boodschap, vind ik. Ja. Maak dan een deur of maak een kans. Kijk eens naar mogelijkheden. Kijk eens niet naar de zorgen, de stress, de angsten. Maar kijk eens welke mogelijkheden zich achter die deur bevindt, liever. Prachtig. Heel mooi. Het tweede bonuskaartje voor de tweede kaart, orakelkaart. Ze geloofde dat ze het kon, dus ze deed het. Oh. Ja. Ja, dus eerst geloven en dan ga je het zien. Hè? Eerst iets in iets geloven voor je het kan manifesteren. Eerst geloven en dan zien. Hè? Want veel mensen die.
geloven in het tegenovergestelde, dat ze eerst iets willen zien. Ze willen eerst het bewijs van iets zien en dan pas gaan ze geloven dat het voor hun ook kan. Hè? Maar ja, zo werken de wetten van het universum niet. Hè? Want alles wat ooit gecreëerd is, daar is toch eerst over nagedacht, hè? Over gefantaseerd, het gevisualiseerd en het op plan gezet en het uitgewerkt. Hè? Dus eerst heb je geloofd in dat project of in dat artikel of ik zeg maar iets, hè? Het wiel. Hè? Er heeft iemand over nagedacht en dan is het wiel uitgevonden, omdat die persoon erin geloofde dat het kon. Een huis dat gebouwd wordt, dat wordt ook eerst gevisualiseerd, hè, voordat het er staat. Hè. Hoe gaat dat eruit zien, dat huis? Dus eerst geloof je dat het kan. Dan ga je naar alle mogelijkheden kijken. Je gaat het plannen. En dan ga je het zien. Hè. Dus je gaat het altijd eerst geloven en dan ga je het zien in je realiteit. Dus dat is een hele mooie boodschap en heel belangrijk ook om de wetten van het universum onder de knie te krijgen. Hè. Ik geef daar trouwens een heel intensieve cursus over de wetten van het universum. Want ik heb dat al meerdere keren gezegd, dat dus enkel die law of attraction, de wet van de aantrekkingskracht, dus inderdaad niet werkt op zichzelf. Hè. He, want veel mensen zeggen dat ook, van ja, zeg die law of attraction, dat is allemaal goed en wel. Ik heb dat eens geprobeerd, maar dat werkt niet voor mij. Hè. Maar ja, inderdaad, want ja, er komt nog wel wat anders bij kijken dan alleen maar dat attracteren, hè, dat wensen. Ik wens dat, van oh, ik zou dat toch wel graag hebben, dat dit of dat. Hè. En dan komt dat niet en dan raak je gefrustreerd. Allee, zeg, ik zou dat nou toch zo graag hebben. Waarom komt dat nu niet? Ja, en dan ga je al verkeerde vibraties uitsturen naar het universum liever. Hè. Vibraties van gebrek in plaats van vibraties van vertrouwen, van dat het zeker dat het gaat komen. Dus vandaar zijn die andere wetten van het universum dus minstens even belangrijk om te weten, om te kennen. En ja, ik wou even refereren dan aan mijn intensieve cursus die ik daarover aanbied. En die houdt in, dus niet enkel de cursus, maar voor elk hoofdstuk dat wij gaan bekijken samen, zit daar ook 2 uren coaching in begrepen. Dus in totaal, dus het pakket is dan de cursus hè, van de wetten van het universum, inclusief in totaal 18 uren coaching door mij. Hè, online, privé, persoonlijke coaching. En dan kunnen we echt gaan werken op jouw situatie. Hè? Jouw idee dat je hebt, jouw wens, jouw droom. Dromen. en waarom die nog niet uitgekomen zijn misschien. Hè? En dan ga je ja, je ervan bewust worden dat er meer voor nodig is. Hè? Om iets te kunnen manifesteren in jouw leven dat jij graag wil. Dus ja, dat is een hele toffe cursus, een heel intensief coaching traject. Het kost €1.499 en ik kan een toestaan. Dus dat je dat in 3 keer kan betalen, dus dat je dat niet in 1 keer hoeft te betalen. Dus vanaf dat we starten, dus een eerste voorschot van €500. Als we in de helft zitten, het volgende voorschot van €500. En dan op het laatste bijna dan nog een €499. Ja, dat is een heel mooi traject om te doen, denk ik. Vind ik. En goh, ik kijk er alvast van harte naar uit om dat met jou te mogen doen. En om dan resultaten te gaan zien. Hè, om dan dingen te gaan zien manifesteren in jouw leven. Dat zou ik zo fantastisch vinden. Hè, want ik geloof in jou. Hè, want dat is vaak zo. Hè, mensen geloven dan niet in zichzelf.
En het is dan wel heel, heel, heel leuk om iemand te hebben die je bij de hand neemt, hè, die je begeleidt, die je ondersteunt, die je support geeft, hè, die je motiveert en die gelooft, hè, die gelooft in jouw, ja, in jouw droom of idee of wens, hè, die er meer in gelooft, hè, dan jij zelf misschien op dit moment. Dus ja, dat is een fantastisch traject en cursus, hè, de wetten van het universum. Ik zou zeggen, doen gewoon. Hè. En voor mensen die nog niet helemaal overtuigd zijn, ja, zijn er ook nog wel de workshops, hè, die ik geef vanaf april te Antwerpen in het gezellige businesscenter van Van der Valk. En de eerste workshop over bewust manifesteren, een dagworkshop, een luxueuze dagworkshop zou ik zeggen, die gaat door op maandag 8 april 2024. Moest je daar niet bij kunnen zijn, dan is er nog de workshop van woensdag 8 mei 2024 of 6 juni, donderdag 6 juni 2024 of zaterdag 6 juli 2024. Allemaal in dat gezellige businesscenter van Van der Valk in Antwerpen-Borgerhout gelegen, vlak naast het Van der Valk Hotel. Voor mensen die dit kennen, is dit een prachtig hotel. Heel cozy, heel gezellig om te verblijven, om er een citytrip Antwerpen aan te hangen. Hè. Dus ja, die workshops die komen eraan. En die, daar kan je ook nu voor inschrijven, volle bak voor de eerste dus, die ik ga geven van maandag 8 april 2024. Deuren open tot en met 12 februari. En dan beslis ik of deze workshop doorgaat. Dus bij minimum 4 deelnemers gaat de workshop door. En we gaan met een klein groepje zitten van maximum 8 personen met mij inbegrepen. Hè? 7 personen maximum. En dan gaan wij workshoppen. Hè? Dan gaan wij een beetje werken aan bewust manifesteren. Maar vooral elkaar leren kennen. Hè? Nieuwe vriendschappen sluiten misschien. Terug verbinden vooral. Hè? Bij gezellige koffie- en thee-breaks. Hè? Ten gepaste tijden. En een heerlijk lunchbuffet is ook inbegrepen in de prijs van €249 voor deze mooie workshop. Voilà, dat gezegd zijnde, heb ik nog het derde bonuskaartje om te draaien. Hè? En dat zegt... volg je innerlijke maanlicht met prachtige roze kleuren, bloemen. Volg je innerlijke maanlicht. Ja, mooi. Volg je innerlijke wijsheid ook. Hè? Wauw. Volg je innerlijke stem. Volg je innerlijke intuïtie. Volg je innerlijke buikgevoel. Hè? Volg je innerlijke maanlicht. Mooi. Daar gaan we dan meteen mee afsluiten en ik zie jullie heel graag morgen terug voor een volgende kaartlegging. Tot ziens, dag!